Hoi, ik ben Mingfang. Ik ga vandaag een gestoomde sperps maken met een zwarte bonensaus. Wat we nodig hebben is natuurlijk lekkere mooie stukken sperps. Deze is lekker dik. Zie, nog veel vlees aan zitten. Misschien te veel, ik moet nog een beetje er gaan afsnijden. Maar dat zien we zo meteen wel. En daarnaast heb ik natuurlijk zwarte bonen nodig, knoflook en bosui. Dat was het. Ik ga eerst de sperps in klein stukken snijden, als het me lukt. Mijn vlees. Kijk. Nu moet ik gaan hakken. Ik hoef er niet zo'n groot stuk te hebben, dus wat kleiner. Ik heb een hakmes hier. Kijk of het me lukt. Oep. Goed. Gelukt. Ja, de ribben zijn super hard. Doet bijna mijn hand van de trilling. Moet niet te vaak hakken. Zo. Er zitten in de vlees nog veel bloedsporen erin. Dus die willen we gewoon eruit hebben. Want anders wordt dadelijk, als die gestoomde is, komt alle bloedsporen eruit. Dan ziet het minder mooi uit. Daarom. Maar ik ga ook die vet een beetje afsnijden. Dit is een heel makkelijk gerecht. Alleen kost best veel tijd. Als je van tevoren weet dat je dit gerecht gaat maken, ik zou je aanraden om de sperps echt een dagje van tevoren of zo gewoon hakken en in water laten zitten. Weken eigenlijk. Een soort dan komt al die bloedsporen van die vlees eruit. En dan gewoon wegspoelen, dan hoef je niet zo lang te wachten. Wat ik nu ga doen is een soort snelle proces te laten uitvoeren om die bloedsporen uit te krijgen. Als je zo onder stromend water zo onder laat gaan en dan zo ongeveer een half uurtje, dan zie je dat vlees een beetje witter worden. En dan zie je eigenlijk dat bloedsporen gewoon weg. Zie, het water is kleine straaltjes. Gewoon zo rustig ongeveer een half uurtje laten stromen. Voor zoveel water. Maar voor het lekker eten moet je er voor over hebben. En ondertussen ga ik de zwarte bonensaus toevoegen met wat water. Gewoon kraanwater. En zo even laten weken. Nou, dat was het. Tot over een uurtje dan, hè. Zie, het vlees begint echt helemaal wit te worden nu. Nou, nu ga ik maar lekker saus, marinade alvast klaarmaken. Laat die nog even zo stromen. Ga ik die gewoon zo uit. Ik heb hier knoflook. Nou, laat drukken. De knoflook goed fijn snijden. En nu ga ik de water van de zwarte bonensaus weggooien. Beetje fijn snijden. Dan krijg je de smaak veel eerder uit dan een hele korreltje. En nu maar de sperps uithalen. Beetje water wegdeppen. Ik heb hier een stoomapparaat. Het is geen mand. Het is van een wok met een verhoogstuk. Zodat die kommetje zometeen wel erin past. En stoomt. Heel makkelijk. En hier heb ik een wok.
kan er inmiddels alvast een beetje olie erin doen, mijn kruidenolie. Niet te zuinig zijn met olie in dit geval. En alvast knoflook erin doen. Zwarte bonen. Nou, nu laten we ze gaan bakken totdat de knoflook een klein beetje bruinig wordt. Klein beetje, niet te. Ja, ik ruik zwarte bonen. Dan ga ik nu mijn oestersaus bij doen. Best wel veel sperps, dus iets meer oestersaus, zout, suiker. Sojasaus, donkere sojasaus, is voor de kleur, peper. En rijstwijn. Ik doe nog een beetje olie erbij. Wat we nu gaan doen is wat ik net heb gewokt, hier eroverheen doen. Goed te mengen. En nu dus tongwok aanzetten. Nog wat extra water erbij. Die kun je alvast inzetten. Je hoeft niet te wachten totdat die water kookt. En deksel op. Zo ongeveer na 45 minuten ga je even kijken of vlees gaar is. Als gaar is, kun je al eten. En als het nog niet gaar is, nog 10 minuutjes laten stomen. En dan heb je een heerlijk gestoomde sperps. Bij de rijst eten, dit is echt een super goede combinatie. Aardappel weet ik er niet. Ik zal maar met rijst doen. Zie ik jullie weer over 45 minuten. Doei doei. Het is nu 45 minuten geleden dat ik aan de stoom heb gezet. Ik ga even kijken of het goed is. Dit is wat ik gestoomd heb. Ziet er goed uit, hè? Vind ik van wel. Maar ik ga eerst even eentje uithalen. Even kijken of het gaar is. Nou, het is helemaal gaar. Nou, klaar. Dan zet ik het vuur uit. Ga ik overzetten naar een andere pot. Andere schaal. Die is een beetje te heet om uit te halen. Nog wat sap van deze eroverheen doen. Gestoomde sperps met zwarte bonensaus. Eet smakelijk. Als je mijn video leuk vindt, duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Dag. Ik ga lekker smullen. Fijn dat je kijkt naar mijn video's. Dit zijn de originele recepten en je kan ze nergens anders krijgen. Door de recepten te kopen in mijn receptshop help je mij mee om dit YouTube kanaal mogelijk te maken. Wij kunnen het niet doen zonder jouw bijdrage. Vergeet niet, aanschaf van de recepten verplicht je niet tot het bereiden van de maaltijd.